Welkom allemaal bij dit webinar over diabetes mellitus. Mijn naam is Robert Muts, directeur van het Integraal Medisch Centrum en van de opleiding voor osteopathie en mesologie. Jacqueline is bachelor aan de biomedische wetenschappen. Zij heeft meegewerkt aan dit verhaal en u ziet in beeld Saskia Jorg, de moderator van dit webinar. Mochten er ondertussen vragen zijn, dan zit er bovenin of onderin in uw scherm, als we even met de muis erheen gaan, verschijnt daar een zwarte balk met allerlei gezellige pictogrammen. En dat gaat even om de rechter, want er staan een drietal puntjes. En als je daarop drukt, verschijnt als eerste de chat. En daar kunnen vragen gesteld worden. Ik zeg er even aan vooraf wat eronder staat hoor. Wij schetsen in dit seminar de complementair geneeskundige aspecten. Dus niet zozeer de ziekte, diabetes, van wat zijn daar allemaal voor reguliere aspecten in. En ja, wij kunnen op dit moment alleen maar algemene uitspraken doen. En dat gaat vooral over hoe ontstaat nou diabetes in een complementaire visie, wat heeft er allemaal mee te maken, hoe streng en hoe moet je zijn met zaken. En wij kunnen niet ingaan op van hoe behandel je nu diabetes per persoon, want dat is, en dat zal je ook merken in dit webinar, dat is per persoon zeer verschillend. Wat gaan we doen? Even in hoofdstukken. We gaan het even hebben over de alvleesklier, in het Latijn de pancreas. Hoe is die gebouwd? Wat is zijn functie? Wat doet hij met enzymen? Wat doet hij met hormonen? Dan gaan we het hebben over bloedsuiker. Wat betekent dat? Hoe werkt dat? Hoe wordt dat gereguleerd? Wat zijn de normen en waarden? Het is geen politiek, maar het gaat wel over normen en waarden, maar dan over bloedsuiker. Dan gaan we het over wat extremen hebben in bloedsuiker. Namelijk hypo- en hyperglycemie, respectievelijk hele lage, dat is hypo, of hele hoge bloedsuikers, dat is hyperglycemie. En hoe ontstaat dat en wat gebeurt daarmee? Dan hebben we het over de glycemische index. Dat is een maat voor de opname van suikers. Dat gaan we gaandeweg bespreken. En last but not least, maar misschien wel het belangrijkste, welke vormen zijn er van diabetes? En wat kan je er nou aan doen, vooral waar wij graag op werken, op de preventie van diabetes? Laten we het eerst even hebben over die alvleesklier, die pancreas. Waar zit die? Hij zit hier bij deze dame achter de maag. Nou, net nog onder de ribbenboog. Diep, diep, diep in het lijf tegen de wervelkolom aan. Dus normaal als leek, zal ik het even zo zeggen, kan je zo'n ding helemaal niet voelen. Je moet behoorlijk diep in de buik graven. Want je moet komen op de voorkant van de wervelkolom. Nou, osteopaten en mesologen krijgen daar les in, dus die leren dat wel te vinden. Hij zit hier ingebed in een stukje darm. Hierboven ligt de maag, de stomach. Dat is de maag. Dat gaat over in de 12-vingerige darm. Die gaat als een hoefijzertje, maakt hij een mooi bochie. En in dat bochie ligt de alvleesklier. De pancreas. Dat ligt eigenlijk bedekt, want hij is hier opgetild, door de lever. Dus die ligt er dan nog een keer voor. Dus als we naar het plaatje van deze dame aan de zijkant gaan kijken, dan zien we de lever, de maag en daarachter helemaal de pancreas. Tegen de wervelkolom aan. Dus hij ligt nogal diep. Even wat cijfers van de diabetesvereniging in Nederland. 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes op dit moment. Per week komen er 1000 bij. En dat is een behoorlijk schrikbarend getal eigenlijk. 90% van alle diabetespatiënten zijn type 2. Dan houden we nog 10% over, dat zijn andere types. Kom ik later weer even op terug. En in het algemeen is de leeftijd boven de 45 jaar. Dan, als je boven 45 jaar bent, is het 1 op de 3 die diabetes krijgt. En dat is best hoog. En de schatting van de World Health Organization, maar dan een beetje gericht op Nederland, is dat we in 2040 de 1,5 miljoen diabetes in Nederland bereiken.
dan zijn wij in Nederland nog braaf, want in Amerika liggen die getallen veel hoger en in Duitsland ook. Diabetes is ja, een welvaartsziekte, maar die heeft nogal wat gevolgen, die heb ik rechts op een rijtje gezet. Het heeft nogal wat gevolgen voor het bloed. Het gaat inmiddels over bloedsuiker. Maar dat heeft dus ook gevolgen voor hart- en vaatziekten. De vaten in de ogen worden ook snel aangetast bij diabetes. En daar zitten hele kleine haarvaatjes in de ogen. En als die aangetast worden, krijg je oogproblemen. Nieren, ook weer een systeem met enorm veel kleine bloedvaatjes. Daar krijg je dus ook kan je schade in krijgen als gevolg van diabetes. Aandoeningen van de zenuwen. Dementie wordt in verband gebracht met diabetes. En zeker het fenomeen depressie. Maar laten we nog eerst maar eens gaan kijken naar die pancreas. Hij ligt hier dus in die bocht van de 12-vingerige darm tegen de wervelkolom aan. Hierachter loopt een heel groot bloedvat, die kennen we allemaal, de lichaamsslagader, dat is de aorta. Maar dit is de pancreas zelf. Een vreemdsoortig elementje die gegroeid is tussen die 12-vingerige darm. Nou, wat kunnen we als onderscheid maken? We zien een staartje aan het eind, dat ligt tegen de mild aan. We zien een groot lichaam, een corpus. Een hals, daarmee ligt hij tegen de wervelkolom aan, daarmee beweegt hij ook. Er zit een koppetje aan en er zitten in die alvleesklier kanalen. Nou, dan moeten we daar eens even wat verder naar gaan kijken. In de alvleesklier lopen kanalen, die gaan allemaal naar de 12-vingerige darm. En dat zijn deze kanalen. Die lopen dus in de alvleesklier en die gaan naar de 12-vingerige darm. Waarom? Om producten van de alvleesklier af te geven aan de darm, zodat de darm daarmee kan verteren. Dat noemen we in de alvleesklier de exocrine functie. En dat zijn enzymen die cellen hier, die heten acinaire cellen, dat is een mooi woord, die blauwe cellen hier, die maken enzymen, die geven dat af aan die kanaaltjes komen bij elkaar, net zolang tot we een heel groot kanaal hebben. En dat loopt dan vanzelf naar de darm toe. Dat zijn dus verteringsenzymen. Tussen de acinaire cellen zitten eilandjes. Dat zijn die groene jongens. Die staan hier op een ander plaatje. Dit is een microscoopplaatje van een stukje alvleesklier. En wat zie je in die alvleesklier? Die donkerrode zijn allemaal die enzymcellen. En daartussen zie je eilandjes. Ontdekt door een Nederlander, meneer Langerhans, zijn dan ook wereldberoemd. Iedereen praat over de eilandjes van meneer Langerhans. En die eilandjes, die maken hormonen. En dat noem je de endocrine functie. Dus een alvleesklier, een pancreas, heeft twee functies. Eén exocrine, naar buiten gericht, enzymen voor de spijsvertering. En één endocrine, op het bloed gericht, hormonen. Die ga ik iets uitspitten. De kanalen vervoeren de enzymen. Wat voor enzymen zijn dat? Enzymen om koolhydraten te verteren. Een hele rij om eiwitten te verteren. Dat zijn er wel een stuk of 13. En een stuk of 5 om vetten te verteren. Allemaal verschillende enzymen die de darm nodig heeft om koolhydraten, eiwitten en vetten uiteindelijk in stukjes te knippen, zodat we ze helemaal aan het eind van de darm, is een keer op kunnen nemen in het bloed. Dat is de exocrine functie. Waar we het vandaag uitgebreider over gaan hebben, is de endocrine functie. Het maakt hormonen. Nou, hormonen zijn, zoals het woord netjes zegt, messengers, het zijn boodschappers. Die worden aan het bloed afgegeven. We halen de twee boodschappers uit, insuline en glucagon. Twee belangrijke hormonen voor de bloedsuikerspiegel. Ga ik een klein beetje behandelen. In de beta-cellen van de eilandjes van Langerhans, dat is 80% van het aantal eilandjes bestaat uit beta-cellen. De andere zijn alpha-cellen, delta-cellen en nog meer cellen. 80% is beta-cel en die maken allemaal insuline. Wat is het doel van insuline? Ze verlagen de bloedsuikerspiegel.
als je eet, wordt dat omgezet in de maag al. Dat hangt een beetje vanaf wat je eet. Sommige dingen gaan heel snel, sommige dingen gaan langzaam. Dat gaan we ook nog in dit webinar zien. Maar je neemt stoffen op en onder andere neem je suikers op. Dat is glucose in voedseltermen. Daarmee stijgt de bloedsuikerspiegel. Dat mag niet te snel gaan. Dus als dat te snel gaat, dan komt insuline in werking en die verlaagt dan die bloedsuikerspiegel. Hoe doet hij dat? Door glucose die in het bloed zit, sneller te laten opnemen door de cellen. En met name spiercellen. En dat sneller is een factor 10. Dus dat is behoorlijk wat. Dus de acceleratie van opname van glucose wordt vergroot. Hij doet het ook, die bloedsuikerspiegel verlagen, door suikers uit het bloed naar de lever te brengen en het daar te laten opslaan. We kunnen ook suikers verbranden, dat is de glycolyse. En dat zijn een beetje de mogelijkheden van insuline. Hij moet de bloedsuikerspiegel verlagen. Wanneer doet hij dat? Nou, als hij een prikkel krijgt, de bloedsuikerspiegel is te hoog. Nou, hier staat een rijtje onder die ik op dit moment even verlaat voor wat die is. Maar het is een rijtje met allemaal andere hormonen die hier ook op inwerken. Dus de bloedsuikerspiegel is niet alleen maar afhankelijk van insuline. Het is vele malen ingewikkelder. Wat doet die in elk geval? Insuline, en ik heb hier in een rood lijntje, staat de piek van een bloedsuikerspiegel. Als die piek zo hoog is, komt insuline aan het werk en die verlaagt de bloedsuikerspiegel, hopla, naar beneden toe. Zijn broertje is glucagon. Glucagon wordt gemaakt in de alfa-cellen en dan de alfa-2-cellen. Die maken het hormoon glucagon. Dat maak je ook nog een beetje in de maag, maak je ook nog een klein beetje in de dunne darm. Maar het belangrijkste is wel de alvleesklier. Wat doet glucagon? Het is het broertje, maar net de tegenhanger van insuline. Het verhoogt de bloedsuikerspiegel. Hoe doet hij dat? De glycogeen die we hadden opgeslagen in de lever, de suikers, vrijzetten. Dat heet dan glycogenolyse, een hele mooie term. Of hij maakt nieuw glucose uit eiwitten of uit vetten. Dat kan ook nog gebeuren. Of hij verlaagt de verbranding. Hij heeft dus allerlei mogelijkheden om glucose vrij te maken en in het bloed te laten komen. Wanneer doet hij dat? Ja, uiteraard bij een lage bloedsuikerspiegel. Maar ook als er te veel aminozuren, en dat zijn eiwitten, in het bloed aanwezig zijn. Dus glucagon komt in werking als die bloedsuikerspiegel nou net zo laag ligt. Dus insuline als die op een top zit, glucagon als die in een dal zit. Dat zijn de twee grote jongens. Nou, hoe werkt dan bloedsuiker? Laten we een plaatje nemen uit het ziekenhuis. Dit zegt het ziekenhuis, bloedglucose kan je meten met een bloedsuikermeter. Je neemt een druppeltje uit je vinger, dat breng je op een stripje. Dat stripje wordt afgelezen en daar verschijnt je bloedsuikerspiegel uitgedrukt in millimol per liter. Nou, wat zegt het ziekenhuis? De streefwaarden zijn tussen de 4 en de 8 millimol per liter. Wordt dat hoger, 9, dan moeten we al gaan nadenken. Bij 10 nog meer na gaan denken, bij 11, 12. Bij 14 gaan we erg op ons hoofd krabben en bij 17 moeten we ingrijpen. Dat is een beetje het verhaal wat we hanteren in de reguliere geneeskunde. Wij in de complementaire geneeskunde zijn eigenlijk veel strenger. En dat is meestal niet het geval, maar bij bloedsuiker nou net wel. Ik ga uitleggen waarom. Wij hanteren een bloedsuiker die mag schommelen tussen de 5 en de 6. Dus bij 4 vinden wij dat al te laag. Regulier zegt, nou het is nog oké. En bij 7 vinden wij het ook al te hoog. Terwijl regulier zegt, nou, gaat nog wel. Pas als die bij 12 en 14 zitten, moeten we wat gaan doen. Waarom willen wij zo streng zijn? Dat ga ik uitleggen. Die schommeling in de bloedsuikerspiegel. Ik geef een grafiekje neerzetten. En in de ene balk zetten we de waarde van bloedsuiker neer. En in de andere
tijd. Bloedsuiker moet voor ons liggen tussen de 4 en de 7. Daar mag die best een beetje tussen schommelen. Als die laag is, als het helemaal goed is, ik ga nu optimaal op een natuurlijke manier praten, dus helemaal optimaal is die laag, prachtig, 's morgens om 7 uur, je staat op, je neemt je ontbijt. Dan stijgt je bloedsuikerspiegel langzaam naar boven toe. Hij daalt weer, want je bent met spieren aan het werk, je bent aan het nadenken, daar heb je allemaal glucose voor nodig. Dus hij daalt weer en op een gegeven moment komt hij op een dal. En als het goed is, is dat om 1 uur 's middags. Dan heb je weer honger, ga je je lunch nemen, de bloedsuikerspiegel stijgt weer. Je komt weer op een piek en je bent nog steeds aan het werken en dan met je spieren en met je hersenen, met allerlei zaken die glucose nodig hebben. Het daalt weer en in het ideale geval is dat om 7 uur 's avonds. Je hebt weer honger, je gaat eten en je eet heel verstandig, waardoor je bloedsuikerspiegel heel langzaam gaat stijgen gedurende de nacht en dan uiteindelijk weer een beetje af gaat nemen, net zo lang tot we daar weer aan het begin zitten, oftewel bij 7 uur 's ochtends. Dit is een ideaal geval. Menigeen in het Westen heeft dit al lang niet meer, maar dit is natuurlijk gezien het ideale ritme van een bloedsuikerspiegel. De voorwaarde daarvan is dat we koolhydraatarm eten en als we koolhydraten eten, dan koolhydraten met een laag glycemische index. En dat ga ik allemaal straks uitleggen, maar dat betekent koolhydraten die heel langzaam worden opgenomen. Dan kan je prima af met 3 keer per dag eten en dan hou je je bioritme keurig netjes. Maar nu ga ik een karikatuur maken. Een karikatuur van de westerse mens. Ik ga niemand aanvallen, maar dit is een beetje een karikatuur van hoe wij in het Westen er een beetje mee omgaan. Wij doen een ontbijt, laten we zeggen toch om 7 uur. Maar dat ontbijt is een snel ontbijt, want we hebben haast. We doen krusli, voegen we suiker aan toe of we nemen een witte boterham met hagelslag. Dat is allemaal suiker, 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 suiker. En dat zijn nou net die hele snelle suikers. Dus wat gebeurt er? Bloedsuiker stijgt. En niet een klein beetje, het stijgt heel snel. In plaats van die groene, langzame stijging van langzame koolhydraten, hebben we snelle koolhydraten. En de bloedsuikerspiegel stijgt te snel. Dan zegt het lichaam, hoe, dat is niet goed. Want hoog bloedsuiker is gevaarlijk. Even dan de uitleg, waarom is hoog bloedsuiker nou gevaarlijk? Dat is een heel simpel proefje die iedereen thuis kan doen. Neem een rauw ei, gewoon eiwit, doe die in een kom, gooi er 3 scheppen suiker in, roer dat en laat het een nachtje staan. De volgende dag heb je lijm. Het plakt aan alle kanten. Dat is de eigenschap. Nou, dat gebeurt dus ook in je bloed. Als je bloedsuiker stijgt, gaat het zich binden aan eiwitten, aan proteïne. Dan krijg je met een heel mooi woord, heet dat glycoproteïne. En glycoproteïne hebben dezelfde eigenschap als wat we met het proefje in die kom gedaan hebben. Het is lijm. Oftewel, alles plakt eraan vast. Dus wat doet een lijf als die zegt, hé, er is een hoog bloedsuikergehalte? Die maakt acuut insuline aan om dat bloedsuiker te verlagen. Dus dat is een uitstekend principe en daar is ook helemaal niks mis mee. Maar als dat bloedsuiker een beetje te hoog is door die snelle suikers van ons ontbijt, schieten we met insuline ook wel eens een beetje door. En die insuline die zorgt ervoor dat de bloedsuiker daalt, 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 daalt. En dan zitten we hier om 1 uur of 10 's ochtends en dan zeggen we, ja, ik voel me een beetje appelig. Ik moet nodig een tussendoortje. Ik heb honger. Nou, dan nemen we een tussendoortje, die kennen we allemaal uit de supermarkt. Waar bestaat die uit? Snelle suikers. Dus wat gebeurt er? De bloedsuikerspiegel stijgt weer. Te snel. De pancreas zegt, nou, dan maken we weer insuline. Het gaat naar beneden toe. We doen dan weer een gezellige lunch met een broodje met zoetigheid. Of we eten een beagle en we doen er een sapje en een shakeje bij. Een beetje te veel van die snelle suikers weer. Nou, dan gaat die bloedsuikerspiegel weer. Boom. Insuline moet weer vrijgezet worden. Insuline doet de bloedsuikerspiegel dalen.
En om een uur of drie 's middags zijn we helemaal nog een keer appelig. We hebben honger, we vallen bijna in slaap en we moeten nodig een snack hebben. Nou, die snack is een gezellig tussendoortje. Mars geeft nieuwe energie en de Milky Way ook. Nou, zo, dat kennen we uit de reclame van vroeger. En weer stijgt die bloedsuikerspiegel te snel. Insuline wordt vrijgemaakt. Het daalt weer. We doen een avondeten, laten we zeggen, even karikatuur, kant-en-klaar maaltijd. We doen er nog een toetje met veel suiker bij. We eten nog een koekje bij de koffie. En de bloedsuiker stijgt weer veel te snel. Insuline wordt vrijgemaakt. Het wordt weer dalen. En om een uur of negen 's avonds hebben we alweer honger. Dan maken we een snack, of we doen een biertje erbij, of we nemen een borrel. Whatever, als die bloedsuikerspiegel maar weer stijgt. Nou, dat gebeurt dan weer. Dan daalt die midden in de nacht nog een keer naar beneden. Dan worden we wakker en dan zeggen we, ik moet wat eten. We gaan naar de ijskast en we gaan iets snels eten. En zo gaat dat maar door en gaat maar door. Dit is weliswaar een karikatuur, maar niet zo'n hele gekke van de westerse mens. Wij spelen een beetje met vuur qua bloedsuikerspiegel. We laten hem dus veel te veel schommelen. Daar is ons systeem eigenlijk niet voor gemaakt. Ik had al gezegd, hoge bloedsuikers zijn gevaarlijk, want het is lijm. Lage bloedsuikers zijn gevaarlijk, want wij hebben een prachtig systeem, dat zit in ons hoofd, dat heet hersenen. En hersenen zijn er om na te denken, maar nadenken kost energie. Nadenken en de energie die dat kost, is voor hersenen alleen maar glucose. Hersenen kunnen geen vet verbranden, kunnen geen eiwitten verbranden. Die kunnen alleen maar glucose gebruiken als energiebron. Dus een laag bloedsuiker, zegt een lijf, ja, dat is ook niet goed jongens. Want een laag bloedsuikergehalte kan je niet meer nadenken. En als je niet meer kan nadenken, dan heb je niet zo'n gezond leven. Zeker niet in de natuur. Dus het is verstandig als je nadenkt. En het is ook verstandig als je niet van die hoge bloedsuikers hebt. Nou, hier heb je een beetje de karikatuur. En wat gebeurt er dan midden in de nacht? Hè? We gaan iets eten. Die bloedsuikerspiegel stijgt weer. Insuline komt vrij. Hij daalt. En dan hebben we het volgende fenomeen, wat menig een kan herkennen. 'S morgens is onze bloedsuiker te laag. Ver onder de 4. We worden doodmoe wakker. We hebben loodzware spieren. Eerdat je ene been het bed uit is, ben je alweer moe. En het komt pas op gang als we bewegen. Hoe komt dat dan? Nou, omdat we gaan bewegen, maken we adrenaline vrij. En adrenaline doet hetzelfde als glucagon. Oftewel, die verhoogt de bloedsuikerspiegel. Dus door te gaan bewegen, ja, dat helpt wel. Maar het helpt omdat je een laag bloedsuiker hebt en je kan beter voorkomen dat je zo'n laag bloedsuikergehalte hebt. Dus je kan veel beter gaan werken met eten die alleen maar die groene schommeling heeft. Nou, dan komen we op het fenomeen dus van een hele hoge of een hele lage bloedsuikerspiegel. Dit is de rode curve is eigenlijk de foute curve en de groene is de goede curve. Een normale bloedsuiker. Een lage bloedsuiker, dat heet in het Latijn een hypoglycemie. Dan is die lager dan 4,5 millimol, denk aan dat staartje van het ziekenhuis. Dan word je moe. Je voelt je slap. Je voelt je, zoals Stoffel van de Fabeltjeskrant zei, ik voel me appelig. Je hebt concentratieverlies. Ja, logisch, je hersenen hebben te weinig brandstof. Dus je kan je niet concentreren. Je zenuwstelsel gaat op tilt, je gaat zweten, je gaat beven. Je bloed trekt zich weg uit de oppervlakte, dus je gaat er bleek uitzien. Vaak krijg je hoofdpijn en vaak krijg je hele typische hoofdpijn, alsof je een te strak hoedje op je hoofd hebt. Je krijgt duizeligheid en allemaal van die factoren waardoor je lijf dus zegt, ik moet nodig wat eten. En dat is op zich niet fout, als we maar niet die snelle suikers gaan eten, want dan stijgt het weer te snel. Dus dat is hypoglycemie. Hyperglycemie, de tegenhanger, dat is dus een hoog bloedsuikergehalte. Boven de 7 millimol. En dan krijg je dus een belasting op de nieren.
Want de nieren die willen dat glucose uit gaan plassen. Vandaar dat alle diabetespatiënten heel veel moeten plassen. Maar je verliest daardoor vocht. Dus wat krijg je? Dorst. Je gaat drinken, dat hoop ik, maar je krijgt altijd een droge tong. En je probeert om toch die brandstoffen vrij te krijgen. Dus wat gaan we doen? Vetten verbranden. Dat kan tot op zekere hoogte. Als je dat te veel doet, krijg je ketonen. En ketonen worden in ons lichaam, zeker in de darm, omgezet tot ammoniak. Nou, dat hoef ik verder niet uit te leggen, dat is een giftig goedje. Maar ook bij een hoge bloedsuiker raak je uitgeput. Je krijgt buikpijn, je wordt misselijk. Dus beide hebben een hele reeks van, ja, we noemen het toch maar vage klachten, maar een hele rij van symptomen. Hier in een mooi plaatje neergezet, hè? Een hypoglycemie, hoofdpijn, moeheid, bleekheid, honger, zweten, slecht zien, duizeligheid, beven, slecht humeur, etc. etc. Bij een hyper heb je ook moeheid, een droge tong, slaperig, dorst, je moet vaak plassen. Dat zijn de symptomen van een hyperglycemie. Beide, het mag duidelijk zijn, beide zijn niet goed. Want waar ligt nu ook het grote gevaar? Ik ga weer even terug naar de karikatuur. Iedere keer dat het bloedsuikergehalte stijgt, moet insuline ingrijpen. Dus we krijgen continu een aanslag op die alvleesklier om maar insuline te maken. Dat kan die alvleesklier best wel een tijdje volhouden. Maar je krijgt wel een overproductie aan insuline. En ik heb dat vroeger genoemd hyperinsulinisme. Dat mag niet meer, want hyperinsulinisme is heel officieel, regulier, een congenitaal, oftewel aangeboren probleem in de alvleesklier. Of het probleem van een tumor in de alvleesklier die insuline produceert. Dus die term hyperinsulinisme mag je niet meer gebruiken. Ik zeg nu maar, het is een verstoring van het hormoonnetwerk betrokken bij de bloedsuikerregulatie. Een glycemieregulatiesyndroom. Maar ja, dat is ook maar een term die ik verzonnen heb. En of die helemaal opgaat, weet ik ook niet. Maar ik probeer nou daarmee iets duidelijk te maken, dat die alvleesklier dat niet aan kan om zo lang zoveel insuline te produceren. Dat kan zo'n alvleesklier best een paar jaar volhouden, jaren volhouden, laten we zeggen 20 jaar, maar dan houdt het een beetje op. En dan kunnen die eilandjes van Langerhans kunnen het stomweg niet meer aan. En je maakt dan minder insuline. Maar het zit nog veel gecompliceerder in elkaar. Want, ik zeg niet voor niks, hè, het is een verstoring van het hormoonnetwerk betrokken bij de bloedsuikerregulatie. Even simpel, een laag bloedsuiker zorgt ervoor dat glucagon uit de alfacel vrijkomt. Het gevolg is dat het in de lever vrijgezet wordt en je bloedsuiker stijgt weer. Mooi, dat is één. Die lijkt heel simpel en dat is die ook. Maar in het lijf gaat het niet zo simpel. We gaan even naar de andere kant. Hoge bloedsuikerspiegel. Insuline wordt vrijgezet uit de alvleesklier. Het gaat naar je spieren, het gaat naar je vetweefsel. En de bloedsuikerspiegel daalt. Tot zover is het simpel. Tot zover begrijpt iedereen het. Maar er zijn veel meer hormonen betrokken bij de regulatie van een bloedsuikerspiegel. Om een bloedsuikerspiegel naar beneden te krijgen, het groene pijltje, heb je insuline, somatostatine, dat is het antigroeihormoon, insulin-releasing polypeptide, hele mooie term, IRP heet die, en zijn eiwitten die erbij betrokken zijn. En om een bloedsuikerspiegel te laten stijgen, de rode pijl, hebben we glucagon, adrenaline, had ik het al over als je wakker wordt, cortisol, adenocorticotroophormoon, een groeihormoon, een schildklierhormoon, een maaghormoon en weer die eiwitten. Dus het is veel complexer dan we alleen maar kunnen zeggen, nou, hè, diabetes, dat is gewoon een tekort aan insuline en dat was het dan. Het is vele malen complexer dan de voorstelling. Dus ook bij een verstoring van het bloedsuikergehalte bij een patiënt
moeten we uitgebreid gaan kijken, ja, waar ligt het dan aan? Waar zitten die storingen? Welke elementen in die hele rollercoaster hebben daarmee te maken? Want het is niet alleen die alvleesklier, het zijn ook de bijnieren. Het is een klier in je hersenen. Het is een regulatiecentrum in je hersenen. Zelfs je schildklier heeft ermee te maken. Dus het probleem van diabetes is vele malen groter dan alleen maar insuline. Nou, omdat het dus zo fijntjes gereguleerd is, door adrenaline, door cortisol, door de bijnieren, door je schildklier, door heel veel hormonen, durven wij dus inderdaad te stellen dat de natuur heeft bedoeld dat je bloedsuikerspiegel in die rode curve hier beneden zo braaf tussen de 4 en de 7 blijft schommelen en niet daarboven komt en ook niet daaronder komt. Dit is en blijft natuurlijk een ideaal situatie, maar we moeten natuurlijk wel ergens van uitgaan. Dus bij die, oh, ik ging even te snel. Het is heel verstandig om, als je eet, koolhydraatarm te eten. En koolhydraatarm is niet koolhydraatvrij, want dat lukt natuurlijk nooit. Dat kan niet. Koolhydraat heb je ook nodig. Maar als je koolhydraat eet, dan met een laag glycemische index. Dus daar gaan we het even over hebben. Wat is dan de glycemische index? Dat is een maat in de voedingswereld. Een maat hoe snel koolhydraten in de darm worden verteerd, worden opgenomen. Hoe snel ze als glucose, als suikers, in het bloed worden opgenomen. De simpelste is een suikerklontje. Een suikerklontje heeft een glycemische index van 100. Dus die gaat super, super snel. Het is een inschatting van de snelheid waarmee je bloedsuikerspiegel stijgt. Bij een suikerklontje is die 100. Bij een beetje goede appel is die ergens rond de 35. Dus het hangt er nogal van af wat je eet en hoe snel die suikers, want in een appel zitten ook suikers, en daar is niks mis mee, hoe snel ze worden afgebroken en hoe snel ze daardoor worden opgenomen. Nou, wij hebben in onze maatschappij geraffineerde suikers. En daar ligt de halve supermarkt mee vol. En het woordje zegt het al, het is geraffineerd. En dat wil eigenlijk zeggen, alle hulpstoffen zijn eruit gehaald. Oersuiker, die ziet er niet uit, is niet mooi wit. Daar zitten allerlei ballaststoffen bij, er zitten allerlei vezels bij, waardoor die suiker veel langzamer wordt opgenomen. Net als bij een appel, daar zit suiker in, plus allerlei vezels, plus allerlei eiwitten, plus allerlei andere zaken, waardoor die suikers in die appel langzaam worden opgenomen. Dus hoe sneller het wordt afgebroken en hoe sneller het wordt opgenomen, hoe hoger de glycemische index. Heb je een hoge glycemische index van voeding, dan stijgt je bloedsuikerspiegel dus snel. Langzame koolhydraten die je langzaam afbreekt, denk even aan die appel, dan komt glucose heel geleidelijk in het bloed en dan heb je als appel een lage glycemische index. En je bloedsuikerspiegel blijft dus veel stabieler. Even in een samenvattingtje. Hoge glycemische index, snelle opname, snelle verbranding, snelle stijging van je bloedsuiker. Dus dat is de rode lijn hier. Ook de rode lijn die ik in de vorige grafieken had neergezet. Een laag glycemische index van voeding is een trage opname, trage verbranding en een langzame stijging van die bloedsuikerspiegel. Nou, om een beetje een ideetje te geven, dit is een schijfje waarin de glycemische index wel wordt weergegeven. Wat is langzaam, die staat hier in het groen, wat is een middenmootje in het oranje en wat is hoog, oftewel snel, die staat hier in het rood. Nou, dat luistert nogal nauw. Hoge glycemische index is rond de 70 of veel hoger. Suikerklontje was 100. Een gemiddelde glycemische index is nog wel oké, tussen de 56 en 69.
en een lage glycemische index, daar streven we eigenlijk naar. Liever een glycemische index, een lage, langzame koolhydraat van 55 of minder. Nou, om dat een beetje uit te pluizen, heb ik een lijst gezet op onze website bij voedingsadvies. Die lijst heet glycemische index. En daar vind je een lange lijst van pagina 5, 6 geloof ik, met alle voedingsstoffen. Wat is, ik heb het aangegeven in het rood of in het oranje of in het groen, wat is de glycemische index? Dus daar kan je ze allemaal in terugvinden. Dit is even heel snel een overzichtje. Dit is veel te grof hoor. Maar het mogen duidelijk zijn dat volkorenproducten een laag glycemische index hebben. De meeste groenten, en zeker de koolsoorten en broccoli, hebben een laag glycemische index. Veel fruitsoorten, idem dito. Er zitten hele snelle tussen. Druiven is een hele snelle suiker. Er zijn ook goede snacks, dat kan prima, die niet zo snel worden opgenomen. En je vindt ze ook nog wel ergens in de supermarkt, maar niet zo heel gek veel. De meeste tussendoortjes zijn veel te snel, want die bestaan bijna puur uit suiker. Nou, de glycemische index is, wat het woordje ook zegt, hè, het is alleen maar een index. Het geeft wel een inzicht hoe snel ongeveer glucose wordt opgenomen in het bloed. Maar het verschilt per moment van de dag. Het verschilt per persoon. De een heeft een andere opname, is een ander typetje. Het maakt uiteraard ook uit van de rijpheid van de vrucht. Een overrijpe banaan wordt heel snel opgenomen. En een niet-rijpe banaan gaat heel langzaam. Zelfs hoe klein gesneden is het? Of hoe hebben we bereid? Gekookte wortels hebben een veel hogere glycemische index dan rauwe wortels. Dus het luistert nog veel nauwer hoor, dan hier maar even simpel gezegd wordt. Maar toch is de glycemische index wel een aardig inzicht in al die systemen. Ik kom er straks nog even op terug. Dan nog even naar de diabetes mellitus zelf. We hebben in suikerziekte type 1, dat is een auto-immuunziekte, oftewel het immuunsysteem van de patiënt valt zichzelf aan. Het afweersysteem is erbij betrokken en het is auto-immuun, oftewel je eigen immuunsysteem valt cellen aan die insuline aanmaken in de pancreas. Dus het is een soort immuniteitsprobleem. Het probleem is dan ook dat je dat eigenlijk niet kan verhelpen. Want die cellen die zijn kapot. En het is auto-immuun, dus je kan het niet zomaar oplossen. Dan zijn de patiënten insulin-dependent, oftewel afhankelijk van insuline. Ze moeten spuiten of met een pompje. Op dit moment wordt er nog altijd gegist en gewerkt aan de oorzaken. Dit zijn de drie dingen waar aan gewerkt wordt. Wat verdacht is op type 1 diabetes. Gluten als oorzaak. Dat zijn eiwitten in granen die we overal aan toevoegen. Koemelk wordt genoemd als oorzaak. En dit is de meest belangrijke hoor, want de meeste onderzoeken, zeker in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, gaat heel veel over een virus, zoals misschien verkoudheid of een buikgriep, maar misschien wel de bof. De bof gaat normaal naar je speekselklieren en de alvleesklier heet ook wel buikspeekselklier in het Nederlands. Dus het zou goed kunnen zijn dat dit virus daar een auto-immuunziekte heeft veroorzaakt. Maar al die onderzoeken staan nog in de kinderschoenen, zijn we allemaal nog druk mee bezig. De therapie is bloedsuiker meten en de therapie is, als je je bloedsuikergehalte meet, moet je spuiten al naar gelang de hoogte van je bloedsuiker. We hebben tegenwoordig ook pompjes gelukkig, maar het probleem bij type 1 is, ja, je zit er altijd aan vast en wel 365 dagen per jaar, dus het is geen pretje. Type 2. Die heette vroeger ouderdomsdiabetes, maar we krijgen dat er steeds jongere leeftijd. In Amerika is de gemiddelde leeftijd van type 2 is nu 21 jaar. Dus dat is fors naar beneden gegaan. 1,1 miljoen Nederlanders in Nederland hebben type 2 diabetes. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Het lichaam reageert niet goed meer op insuline.
of de alvleesklier kan geen insuline meer maken. Insuline kan niet meer reageren. Hè? Die heeft dat heel lang moeten doen en uiteindelijk kan die het niet meer. Nou, wat wordt genoemd als oorzakelijkheid? Te weinig lichaamsbeweging. Overgewicht. Dat heeft te maken met je verbrandingsgraad en dergelijke. Ongezond eten. Roken. Ouderdom. Daarom heet het vroeger natuurlijk ouderdomsdiabetes. En er zit een stukje erfelijkheid in. Maar ik heb er expres achter gezet epigenetica. Erfelijkheid is genetisch. Maar erfelijke genen komen alleen maar tot uitdrukking als de omgeving het toelaat. Dus op erfelijkheid hebben wij wel degelijk heel veel invloed door ons gedrag. Wat is de huidige therapie? Dat zijn medicijnen om die alvleesklier nog op te jutten. Dus medicijnen voor bloedsuiker. Dan krijg je meestal ook medicijnen voor je bloeddruk. En meestal krijg je ook nog medicijnen voor je cholesterol. Dus meestal krijg je een heel rijtje medicijnen. Lukt het niet meer met medicijnen, dan moet er met spuiten gewerkt worden. Of zoals we tegenwoordig dan kunnen met een pompje. Dan bestaat er ook nog diabetes mellitus type 3C. En dat is een bijzondere vorm. Komt niet zo heel veel voor, maar ik noem het toch maar even. Dat is een diabetes na een ontsteking van de pancreas. Of na een operatie. Of na een beschadiging van de alvleesklier. Of als er een tumor in gezeten heeft. Dat is een type 3C. Dat is een beetje de uitzondering op dit hele rijtje. Die moet ook medicijnen gebruiken en die moet meestal ook wel insuline spuiten. Wat kan je zelf doen om diabetes eigenlijk te voorkomen? Want dat is het meest verstandige. Nou, de simpelste regel is geen geraffineerde suikers. Ik heb het lekker in koeienletters erachter gezet. Niet doen. Granen tot een minimum beperken. En als, dan volkoren. Dus granen of koolhydraten met een lage glycemische index. Groente is hartstikke gezond. Er markeert eigenlijk helemaal niks aan. Fruit is hartstikke gezond. Tuurlijk zit er suiker in fruit. Dat weet ik ook wel. Maar als je fruit maar eet in zijn originele vorm, dat wil zeggen de appel met schil en al en alles erop en eraan, dan gaat dat niet zo snel. Dat geldt voor bijna alle fruit. Alleen die druif is nog net weer een uitzondering. Nou, kijk naar die glycemische index. Zoek even op de website waar dat staat. Dat heet glycemische index. Uitgelegd wat het betekent. En hieronder staat een stukje van die lijst waarin aangegeven is wat laag glycemisch, wat middenmoot is en wat hoog glycemisch is. Per product. Nou, dat is een hele lange lijst. Rustig nakijken, rustig uitdraaien, et cetera. Wat kan je zeker verder nog doen? Wandelen. Ga veel bewegen. Dat is een devies voor heel veel dingen. Geldt zeker om diabetes te voorkomen. De oude Indiërs zeiden dat al 4000 jaar geleden. Buitenlucht is goed voor de pancreas. Dus ga lekker wandelen, ga lekker fietsen. Wat is nou ook van groot belang bij dat bewegen voor een alvleesklier? De cadans, de regelmaat, de continue loop waar je in zit. Vandaar wandelen en fietsen. Dat is een continue cadansbeweging. Dat is beter dan even een bootcamp. Laat ik het zo maar zeggen. Sporten is prima, maar zoek dan natuurlijk altijd wel een leuke sport. Maak er wel een hobby van. En zeker bewegen om overgewicht liefst te voorkomen. En als je het toch hebt, om er wat af te krijgen. Nou, wat kan je nog meer doen? Zeker laat je orgaanfuncties eens controleren bij de mesoloog. Mesologie heeft veel natuurlijke medicatie wat je in kan zetten. Maar het is heel erg individueel. Ik heb al aangetoond, er zijn heel veel hormonen die erbij betrekking hebben. Dan zijn er nog andere organen die zich daarmee bemoeien met die bloedsuikerspiegel. Dus je kan niet zeggen, nou, ik heb hier de pil voor suikerziekte. Dat moet zeer persoonlijk afgestemd worden. Wat we ook hebben, mesovoedingscoaches, die je kunnen begeleiden in
het veranderen van voeding. Dat helpt, omdat het zo lastig is voor ons allemaal. Ik kom er ook nog even op terug bij de psychotherapie. Osteopathie kan zeker wat problemen in die buik en zeker bij die alveolisklier oplossen, dus dat is ook een mogelijkheid. En ik ga even naar de psychotherapie, want het omzetten van eten is voor veel mensen zo moeilijk. Het is vaak zo lastig om dat eetpatroon te veranderen. En ik ga even in op de PRI van Ingeborg Bos als psychotherapie. En daarin wordt vaak gezegd, ja, wij werken vaak met afweermechanismen. Waardoor we bepaalde dingen, bepaald gedrag vertonen. Nou, de eerste afweer die zij noemt is een primaire afweer. Daar hebben we allemaal al een beetje last van. Ik deug niet, ik ben slecht, ik ben waardeloos. Ik schaam me eigenlijk voor al mijn dingen, dus ook voor mijn suikergebruik. Ik voel me schuldig, maar omdat ik me schuldig voel, ga ik het weer wegeten. En waar doe ik dat mee? Jawel, met suiker. Of, ja, weet je, al die diëten, ik kan dat niet. Het is mij altijd te veel. Het lukt mij nooit. Dat is een primaire afweer. Daar hebben we allemaal al een beetje last van. Probeer hem eens op te sporen en probeer er eens wat aan te doen. Dat is één van onze afweermechanismen. Een andere, die is een hele mooie, die heet valse hoop. Een valse hoop die zegt, als ik nu dit en dit en dit doe of laat, nou dan, maar die schept dus altijd voorwaarden. En de voorwaarden betekenen bijna altijd uitstelgedrag. Er staat namelijk, als ik dit doe of laat, dan gebeurt er wel dat. En meestal kom je daar niet aan toe, omdat dit vluchtgedrag is. Een nog gemeenere is valse macht. Want valse macht, die brengt je in een slachtofferrol. Namelijk, anderen hebben het gedaan. Het is niet de valse hoop van, als ik nu verander, dan gaat de hele wereld wel beter. Nee, de valse macht is, de ander moet veranderen. Dan wordt het pas beter. Dus ik ben eigenlijk altijd slachtoffer. En nog eentje heet ontkenning van behoeften. Daar hebben we ook allemaal wel eens last van. En dan kom je een beetje in een verdoofde staat van, nou ja, mijn bloedsuikergehalte, ach nee, er is niet zoveel aan de hand, kan wel wachten. Tuurlijk heb ik af en toe honger, af en toe snaai ik wel een beetje, maar oh, dat valt allemaal wel mee. Nou, dit zijn een beetje de valkuilen waar we intrappen. En dat maakt het ook wel lastig om je voeding te gaan veranderen. Even in een simpele balans. Wat moet er gebeuren? Medicatie. Ja, is toch wel belangrijk. Voeding is belangrijk. Bewegen is belangrijk. En voor mij is dit wel een beetje de balans die je kan doen bij diabetes. Of liever gezegd het voorkomen van. Reguliere medicatie als noodzakelijk is. Complementaire medicatie uiteraard pas na onderzoek, want het is individueel. Voeding, geen suikers. Laag glycemische index, veel groenten, veel fruit. Bewegen, jee, en zeker buiten. Buitenlucht is goed voor de pancreas. Wandelen en fietsen en zoek een leuke sport, een leuke hobby. En ga veel bewegen, want daar wordt die alvleesklier alleen maar vrolijk van. Goed, nou, dit was een beetje mijn verhaal over diabetes. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk was. In vogelvlucht, want ja, je kan hier ook 3 dagen over doorpraten, maar in vogelvlucht een beetje duidelijk geprobeerd te maken wat de alvleesklier doet en wat die lage en hoge bloedsuikerspiegels dan doen. Saskia. Ja, ik heb een leuke vraag. Wat doet de intermittent fasting met je bloedsuiker als je 16 uur niet eet? Ik heb er al iets over gezegd in de chat, maar het is leuk als jij daar ook iets over wil zeggen. Het is op zich een goede methode, comma, ik heb één probleem daarbij bij dat intermediated fasting. Als je heel lang niet eet, dan heb je kans dat je bloedsuikergehalte toch te ver daalt. Dat is mijn probleem een beetje daarvan. Toch is het een prima methode om... Nou, vooral iets af te leren. Daar vind ik het een uitstekende methode voor. Om eigenlijk je voedingspatroon om te schakelen. Maar bij voeding, ja, daar hou ik maar de regels van oma aan. Rust,
reinheid en regelmaat. Dat vind ik het meest belangrijk. Ja, en ook niet onbelangrijk wat je in die 16 uur doet. Als je er 12 uur van slaapt, is het een heel ander verhaal dan zeker. Heel veel activiteit moet leveren in die tijd. Het nachtvasten vind ik helemaal goed. Ja, precies. Nou, ik kijk eventjes, en er zijn nog niet zo heel veel vragen voorbij gekomen. Iedereen heeft zeer aandachtig zitten luisteren, vermoed ik zo. Dus ik kijk even of er nu nog... ik nodig iedereen nog even uit als er nog een prangende vraag is. Nou, dan maak ik ondertussen even van de gelegenheid gebruik dat we over 14 dagen de laatste webinar voor de zomer doen. En dat is een uitspraak die ik heel graag bezig, maar ik ga hem nu ook een beetje verklaren. 80% van de rugklachten komen uit je buik. En dat wil ik een beetje uitleggen wat ik eronder versta en welke fenomenen daarachter zitten, om dat een beetje te gaan begrijpen. En we hebben besloten om de webinars voor te gaan zetten na de zomer, maar dan 1 keer per maand. En vooralsnog gokken we op de tweede maandag van de maand, maar daar moeten we nog even over bekokstoven. Maar dat deze webinars na de zomer ook nog doorgaan met allerlei leuke onderwerpen. En wie onderwerpen heeft, kan ze ook insturen bij ons. En dan besteden we de aandacht aan. Ja, er komt nog een vraag binnen of er misschien iets te zeggen is in zijn algemeenheid over combinaties in voeding die je dan aan of af zou raden in relatie tot bloedsuikerproblematiek. In die zin. Ik zou afraden om fruit bij of tijdens een hoofdmaaltijd te gebruiken. Fruit als maaltijd of als ontbijt is helemaal prima. Fruit tussendoor, ja, ook nog helemaal prima. Maar om het bij een warme maaltijd te gaan gebruiken, raakt het systeem van in de war. Je maag, je 12-vingerige duim, maar ook je alvleesklier raakt ervan in de war. Dus dat is een lastige. De tweede combinatie die ik zou proberen te vermijden heeft te maken met de hoeveelheid vetten die we binnenkrijgen. We moeten best vetten binnenkrijgen, maar dat zijn dan wel de enkelvoudige vetzuren. De meervoudig onverzadigde vetzuren, die zijn helemaal prima. Maar alle transvetten maken het ook weer zo ingewikkeld voor die maag en daarna de alvleesklier om daarop in te spelen. Dus dat zou ik naar voren brengen als combi. Ja. En de combinatie met gaan sporten, intensief sporten, en bloedsuiker. En of dat dan daarmee juist wel of niet moet. Je hoeft niet apart te eten om intensief te sporten, als dat de vraag was. Nee, als je bloedsuikerproblematiek hebt en je gaat sporten, dan beïnvloedt dat natuurlijk je bloedsuiker. En of je dan ten gunste. Ja, alleen dan is de vraag of je dat alleen op laag glycemische koolhydraten zou kunnen doen dan. Zeker weten. 100% zeker. Less is more. Het idee van vroeger, dat zijn de Tour de France rijders die allemaal borden met pasta moesten eten om die Tour de France maar te kunnen rijden, dat is al lang achterhaald. Dat is heel oud. Nou ja, heel oud. Dat deden we vroeger zo. Maar daar blijkt helemaal niet nodig te zijn. Integendeel zelfs. Als je die pasta's eet, dat zijn snelle koolhydraten, en je gaat dan sporten, reken maar dat je bloedsuikerspiegel te snel daalt. En dan krijg je die pedalen niet meer rond. Dus het is juist tegenovergesteld. Ja, dan kom je weer in dat jojo effect. Dus ja. Het laag glycemisch eten en gaan sporten is een prima combi. Ja. Dan is er nog een vraag dat je wisselende verhalen hoort of je er nou wel of niet tussendoortjes moet eten voor je bloedsuiker. Ja. Als je een wisselend bloedsuikergehalte hebt en je besluit daar wat aan te doen, zijn tussendoortjes de eerstkomende maanden prima geoorloofd als het hele gezonde tussendoortjes zijn. En daar bedoel ik een appel of een banaan of een peer of een heel gezond snackje. Dat is juist verstandig om dat tussendoor te gaan gebruiken, want daarmee
probeer je je bloedsuikerspiegel nog een beetje te balanceren. Je uiteindelijke doel moet zijn om geen tussendoortjes meer te gaan gebruiken, namelijk dat je bloedsuikerspiegel zo netjes is dat je dat prima 5 uur uithoudt. Dat is uiteindelijk het doel. Maar in de omschakeling is het juist verstandig om tussendoortjes te gebruiken, comma, als het maar gezonder zijn. Ja, en dan vooral de laag glycemische index. Ja. Ja. En een vraag, is er iets wat je eerst kan eten, waardoor als je daarna suikers eet, of hoog glycemische index, dat die minder snel worden opgenomen? En er wordt als voorbeeld gezegd, als je bijvoorbeeld eerst nootjes eet, en dat je dan daarna suikers zou gaan eten. Ja, leuke truc, ja. Ja. Nou, ik geloof er geen klap van. Nee. Nee, want die maag begint al met die opname van die snelle suikers. En daar hebben die nootjes niks mee te maken. Nee hoor, dat doet die maag. Cellen doen dat helemaal zelf. En ja. de eerste deel van je 12-vingerige duim, idem dito. En die trekken zich niks van aan of ze nou wel of niet nootjes aan naast liggen. Dat maakt ze niks uit. Oké, heb ik nog een hele leuke die nu voorbij komt. Misschien is dat een mooie afsluiter. De vraag is of hard nadenken of concentreren ook meer glucose kost dan juist niet veel denken. Ha. Ik gok dat die van een student komt van de opleiding. Weet je, het is eigenlijk heel simpel. Je hersenen staan nooit stil. En hard nadenken kost niet meer glucose dan niet nadenken. Want niet nadenken kan je niet, doe je toch. En 's nachts ben je aan het dromen, dan ben je ook nog aan het denken. Dus dat is dag en nacht aan het werk. En niet door harder na te denken verbrand je meer glucose. Nee, we zijn geen autootje. Nee. Zeker hier in het Westen kunnen wij onze hersenen niet zo goed meer uitzetten, zullen we maar zeggen. Nee, dat gaat gewoon niet. Nee. Nee. Ik denk dat we mooi rond zijn en dat we het kunnen afsluiten. Goed. Dan zijn we net op tijd voor het journaal, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Oké, nou, goedenavond. Goed. Ik dank jullie allemaal wel voor de oren en het horen. En ik hoop dat dit een beetje geholpen heeft weer in wat duidelijkheid. Ja, en er wordt ook aangegeven dat het op prijs gesteld wordt dat het na de vakantieperiode doorgaat. Wij doen ons best. Precies. Goed zo. Oké. Oké.